Dit is een hele heftige grap. Stel je voor, je kent iemand met 3 ratten. Dan zou je deze heel leuk kunnen doen bij je moeder. Maar je hebt er namelijk 3 levende ratten voor nodig. Je zou natuurlijk ook ratten kunnen kopen in de winkel, maar dat is duur. Dan wordt het een hele dure grap. Dan ben je een paar maanden zakgeld kwijt en ik durf te wedden dat je daarna ook nooit meer zakgeld krijgt. Daarnaast is het wel een beetje zielig, hè, om ratten te kopen voor een grap. Dus het beste werkt deze truc als je toevallig iemand kent die 3 ratten heeft. Nou, wat doe je? Je neemt die 3 ratten en je gaat ze nummeren. Ik heb hier even nepratten genomen, maar het moet wel met echte ratten, hoor. Want anders dan is het effect helemaal weg. Je doet ze een truitje of een vestje aan of een bordje om met een nummer. Nou, de eerste rat heeft nummer 1. De tweede rat heeft nummer 2. En de derde rat heeft nummer 4. Nou, die laat je los in de kamer. En als dan je moeder terugkomt, dan ziet ze ineens een rat lopen. Met een nummer 1. Ze vangt hem. En dan ziet ze nog een rat met nummer 2. Die vangt ze ook. En uiteindelijk vangt ze ook nummer 4. Maar wat je moeder natuurlijk niet weet, is dat er maar 3 ratten zijn. Nummer 3 bestaat niet. Dus ze blijft voor eeuwig en altijd maar zoeken naar rat nummer 3. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke grap. Het is wel een beetje een lastige grap, dat geef ik toe. Want dat gaat dan natuurlijk met echte ratten. En je moet toevallig iemand kennen met 3 ratten. Maar als je dat kent, kan je daar heel veel plezier mee beleven. Nou, heel veel succes met de rattenvangers. En tot de volgende grap.